En dan nu? Hallo kijkers. Goed geïnformeerd zijn is belangrijk als je beslissingen neemt of ergens over oordeelt. Als de deuren van het gemeentehuis dicht blijven zitten, omdat ze het politieke verdeel- en heerspel willen spelen zonder de burgers goed te informeren, moet je andere middelen inzetten. Ik zal even uitleggen wat ik precies bedoel. Dit gemeentebestuur wil een oorlogsmuseum in de Vaassem hebben. Dat ze daarmee 40 culturele bedrijven duperen, vinden ze niet belangrijk. 6 weken geleden heb ik een column gemaakt over de financiering van het 30 miljoen kostende project. Ik werd door meneer Timmermans van de stichting Wereldoorlog 2 Museum gebeld met het verwijt dat ik oude cijfers gebruikt had. Die cijfers uit 2010 waren op dat moment de enige cijfers die beschikbaar waren. Ik heb toen diverse kanalen bij de gemeente gebeld om andere actuele cijfers, maar die kreeg ik niet. Ik heb uiteindelijk een beroep op de wet openbaar bestuur gedaan en gevraagd om alle stukken over de plannen rondom de financiering van het oorlogsmuseum. En ik kreeg 4 weken later antwoord. Een brief van 2 velletjes en 14 pagina's dossier, maar daarin staat dat ze over de financiering niets willen zeggen omdat ze afgesproken hebben van tevoren dat ze dat niet mogen doen. Je kunt dus de officiële wet openbaar bestuur omzeilen door gewoon af te spreken dat je onderling niets vertelt. Maar waarom is dat geheim, vraag ik me dan af. Dat is geheim omdat er helemaal geen geld is. Ik ga nu vertellen dat de stichting geen geld heeft. Dat heeft meneer Timmermans mij 4 weken geleden zelf verteld. Ze hebben alleen maar misschien geld. 50.000 euro misschien van de gemeente als alle andere fondsen over de brug komen. Een stuk of 6. En die geven misschien geld als de gemeente misschien geld geeft. Ze zitten allemaal op elkaar te wachten tot ze allemaal nee zeggen. Het is 1 grote luchtballon van allemaal misschien. En die 1,8 miljoen die ze zogenaamd van de provincie krijgen, is geld dat de gemeente sowieso al van de provincie kreeg vanwege de stads- en regiocontracten. Alleen hadden ze dat geld ineens niet meer beschikbaar voor wat socialere projecten in deze stad. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Geachte college, dit is een bezwaarschrift tegen de beslissing om geen informatie te geven over de financiering van het Oorlogsmuseum in Nijmegen.